Leerlingen van de zesde klas van de basisschool zijn vandaag begonnen met hun toets. Vanwege de coronamaatregelen wordt er slechts getoetst in de vakken taal en rekenen. Wij brachten een bezoek aan de Sinja school en spraken met het onderhoofd Gayatri Ganga Mangal. Zij zegt dat er hard is gewerkt om de leerlingen goed voor te bereiden op de toets. We hebben al maanden voorbereid op de toets. U begrijpt, met COVID-situatie zijn we ook wel doorgegaan door afstandonderwijs. Op onze school was de participatie wel prima, op enkele kinderen na. Daarna hebben we anderhalf maand ook direct fysiek onderwijs gegeven. We hebben de kinderen goed voorbereid. Wat ze vandaag hebben gedaan, zien we dan over een week, want wij gaan zelf ook wel corrigeren. Vandaag hadden ze hoofdrekenen en stillezen. Onze kinderen zijn nogal zwakjes in hoofdrekenen, hoe het is gegaan. Ja, ik heb gemerkt aan de kinderen gezichten dat het niet zo fijn is gegaan, maar laten we het beste hopen. Morgen hebben ze dan het tweede deel, want u weet dat de leervakken dit jaar zijn weggevallen vanwege de COVID-situatie. Dus morgen hebben ze dan redactiecijfer en ATK. Ook daar hebben we de kinderen heel goed voorbereid, steeds oplossingen gestuurd. Dus we hopen dat de kinderen het beste ervan maken. We spraken ook enkele leerlingen die hebben deelgenomen aan de toets. Zij vertellen dat ze het niet zo moeilijk vonden. De lezen vond ik heel erg makkelijk omdat er maar drie teksten waren. Hoofdrekenen vond ik ook makkelijk omdat mijn ouders met mij hebben geoefend. Door te oefenen vond ik het hoofdrekenen makkelijker en stil lezen ook makkelijker voor mij. Oké, en ben je er klaar voor vanmorgen? Ja. Ja, ik ben morgen wel klaar voor. So, ik denk dat ik wel ga kunnen slagen erdoor. Dus je bent enthousiast naar je tweede dag toe. En wat voor vakken hebben jullie morgen? Morgen hebben we taal en redactie. En je hebt al alles goed voorbereid voor morgen? Ja, morgen ben ik ready. Oké. En jij mag nu praten? Ik heb ja iets voor en vandaag vond ik me tot helemaal gemakkelijk, behalve overrekenen. Ik vond het een beetje pittig. Ik ben niet zo goed in rekenen, dus overrekenen was een beetje pittig voor me. Maar al die stilles was zo gemakkelijk en ik ben echt bereid voor morgen. En wat was zo moeilijk aan overrekenen? Waren bepaalde onderdelen moeilijk? Ja. Maar heb je alles kunnen invullen? Een paar onderdelen waren wel moeilijk, maar ik heb wel alles kunnen invullen. Enkele leerlingen van de zesde klas van de Sinja school die deelnemen aan de aangepaste toets.